Dat is net iets meer dan het 5 liter vat bij jou op zolder. Ik ben hier nog steeds op Wageningen University and Research, waar wij in opdracht van hen een WKO-ringleiding en bijbehorende bronnen aanleggen. In mijn vorige vlog heb ik uitgelegd hoe Hatjema de bronnen boort en hoe Heijmans de ringleiding aanlegt. Die werkzaamheden zijn nu afgerond. En nu lijkt het erop alsof wij hier helemaal geen werkzaamheden meer uitvoeren. Maar het tegendeel is waar. Met alleen 18 bronnen en 2 ringleidingen zijn we er namelijk nog niet. Om bijvoorbeeld dit hele gebouw te verwarmen, moet de warmte of de koude vanuit de bronnen overgedragen worden aan de vloeistof in de gebouwinstallatie. En dat gebeurt hier in de technische ruimte. In de TSA, het tegenstroomapparaat. Hatjema heeft in verschillende gebouwen een nieuwe TSA geplaatst. Dat zijn die grote rechthoekige blokken die je hierachter ziet. Hier wordt de warmte of koude uit het bronwater onttrokken en overgedragen aan de vloeistof in de gebouwinstallatie. Dat zijn dus twee gescheiden systemen. De vloeistof in de gebouwinstallatie warmt hiermee dus op of koelt juist af. En hiermee wordt de temperatuur in het gebouw constant gehouden. Het afgekoelde of opgewarmde bronwater, dat vloeit terug in de ringleiding. Maar dat water uit de bron komt hier natuurlijk niet vanzelf. Als er een gebouw warmte of koude nodig heeft, gaat er een seintje vanuit de regelkast naar de TSA, naar de pompen, zodat er water opgepompt wordt. En als de pompen aanstaan, dan zakt de druk in de ring. En hierdoor moeten de expansievaten aan het werk. Waarschijnlijk heb je thuis ook wel zo'n expansievat op zolder, zo'n klein rood bolletje. Maar de expansievaten van de WKO, die passen niet op zolder. Die staan hier. 4 expansievaten voor de warme ringleiding en 4 expansie voor de koude ringleiding. En samen hebben deze jongens een capaciteit van 24.000 liter. Dat is net iets meer dan het 5 liter vat bij jou op zolder. En als die expansievaten aan het werk moeten, dan is dat het seintje dat er water opgepompt moet worden vanuit de bron. En dat gebeurt vanuit deze regelkast. Vanuit hier wordt geregistreerd dat de expansievaten in druk veranderd zijn. En dan wordt er een seintje gegeven aan de regelkasten die bij de bronnen staan, dat er water bij moet. En doordat alle bronnen met elkaar verbonden zijn, maakt het niet uit of de bron naast het gebouw aangaat, of deze, of hier, of vanuit deze, of vanuit hier, of door deze, of deze, of deze, of die aan de andere kant van de campus. Dus wisselen ze elkaar af, zodat de een niet sneller slijt dan de ander. En de aansluiting van de bron op die regelkast is een samenwerking tussen Heijmans, Hatjema, De Wurg en Renze. Eerst moet er een data- en elektraverbinding komen, zodat de bron daadwerkelijk kan functioneren. En dan sluit Hatjema de regelkast op de bron aan, zodat deze de bron kan aansturen. En hier is Wibo de regelkast aan het aansluiten. Kan je vertellen wat je hier aan het doen bent? Nou, ik sluit dus de kast aan met van de opnemers en schakelaars uit de put. Die komen hier naartoe. Dus deze kabel meet het niveau in de bron. Ja. Dus voor de aarde, dus voor de vereffening van het geheel. Dan heb ik hier een bosje kabel. Daar zitten dus drukopnemers op en een schakelaar voor de noodstop. Werkschakelaar, dat soort dingen. Oké, dus eigenlijk wordt vanaf hier de hele bron aangestuurd? Ja. En als Hatjema alles in de kast heeft aangesloten, dan wordt vervolgens door Renze regeltechnieken gecontroleerd of dat op de juiste manier gedaan is en aangesloten zoals van tevoren bedacht. En daar zijn Ad en Wibo hiermee bezig. Ad van Renze Regeltechniek is hier bezig met het functioneel testen van de bron. Ad, kan jij vertellen wat je hier aan het doen bent? De software is gemaakt door mijn collega op basis van het bestek. En ik test functioneel of alles ook in de werkelijkheid matcht, zoals dat de bedoeling is. Wat doet de software? De software die stuurt kleppen aan, stuurt pompen aan. En die registreert de debieten, flow en temperatuur en druk. Dat is wat ik nou ga testen of het allemaal binnenkomt in het systeem.
Dus vanuit deze regelkasten wordt alles aangestuurd wat daar in de bron gebeurt. En of alles werkt zoals van tevoren bedacht is, kan allemaal op afstand in de gaten gehouden worden. Daarvoor heeft Renssen een gebouwbeheersysteem gemaakt. En daar kan Willem Pieter wat meer over vertellen. Wat kunnen we allemaal zien op het gebouwbeheersysteem? In het gebouwbeheersysteem hebben wij een schematische weergave gemaakt van de installaties. Zoals hier bijvoorbeeld het energiegebouw met de expansievaten waar we de druk af kunnen lezen. Per bron registreren wij de temperatuur, de grondwaterverplaatsing, het niveau in de bron en de druk in de ringleiding. En waarom is dat zo belangrijk? Zo weten we niet alleen of de installatie goed functioneert, maar hebben ze ook een registratie van hun eigen verbruik. En met deze laatste stap is de WKO-ringleiding nu in gebruik. Alle 18 bronnen draaien en in de toekomst zullen steeds meer van de gebouwen op de campus worden aangesloten. Hiermee is de WUR weer een stap dichter bij haar doel om van het aardgas af te gaan, CO2-uitstoot te verminderen en de energie te besparen. Weet jij alle 18 bronnen te vinden? Of wil je meer weten over de aanleg van de WKO-ringleiding? Laat dan een berichtje achter in de comments.